Deze reflectie is helemaal niet in camera gemaakt. Overtuigend genoeg? Blijven kijken dan. Hey, Jensie van de Talent Academy hier. De wat? Academy? Hoor ik je denken, wel heb je nood aan een opleiding in graphic design? Jij stelt de vraag, wij bieden het antwoord. Meer info in de omschrijving hieronder. Ah. Na enkele jaren mijn vaardigheden aanscherpen als trainer, durf ik me ondertussen wel beschouwen als een Photoshop wizard. Ik specialiseer me vooral in niet-destructieve technieken. Dat is ook meteen wat we hier gaan doen. Niet alleen gaan we het effect zo overtuigend mogelijk proberen maken, maar ik zal jou proberen overtuigen dat de niet-destructieve manier de enige mogelijke manier is. Dit ga ik dan ook bewijzen door in een vingerknip mijn te reflecteren beeld om te zetten naar gelijk welk ander beeld. Vind je dat ik wel of niet geslaagd ben in mijn opzet, dan hoor ik het graag. Genoeg getreuzeld, laten we er meteen in vliegen. We starten heel eenvoudig met onze basisopstelling. Ik kijk hier vooral naar de opstellingen in het lagenvenster en gebruik Smart Objects omdat dit van pas zal komen bij elke volgende stap. Ik zal hier starten met mijn voor- en achtergrond te verdelen. Dat helpt het een beetje verkopen. Dus de juiste laag hier even selecteren. Ik ga naar het Select menu, Select Subject. Die knop vind je ook. Mocht je bijvoorbeeld met de Quick Selection Tool werken, dan heb je ook gewoon een Select Subject knop staan. In dit geval vind ik dat ook redelijk gemakkelijk, zoals we hier zien. Even een Quick Mask ook bekijken, mocht er details niet goed zitten. Of altijd ook een handige Select en Mask even naar doorklikken voor de verfijning. Ik denk hier bijvoorbeeld een klein detail. Zo. Dan kan ik onmiddellijk al naar een nieuwe laag met een layer mask daarop toegepast. Dan is die al gedupliceerd. Dat komt dus bovenaan te staan. Daaronder hebben we onze tekst en dan pas de achtergrond. Ik ga mijn tekst ook omzetten naar een smart object. Dat is beter voor bijvoorbeeld de free transforms of andere effecten die ik ga toepassen. En ook meteen voor die reflectie is zeer essentieel. Dat gaat eigenlijk dezelfde source hebben tweemaal. Ik ga hier ook een beetje vooruit denken, want ik zou hier mijn beeld wel kunnen updaten met ander materiaal. Dus ik ga een soort van vlug canvas creëren door hier even met de Rectangular Marquee te werken. Ik ga dat even opvullen met gewoon een solid color. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is om weg te smijten zo meteen. Maar ik kan nu beide lagen converteren naar een smart object. Gewoon een rechtse klik kan. Het layer menu vind je dat ook terug. Als je niet gewoon bent om te werken met smart objects, dat is eigenlijk niet zo moeilijk te begrijpen, maar we zitten hier eigenlijk met een laag, dat is een soort preview van de original source, in dit geval een bestand dat hierachter zit. Dubbelklikken op de thumbnail is voldoende om die source te gaan openen. In dit geval een ingesloten smart object, er is ook een linked smart object of linked naar de cloud zelf. Ingesloten wil gewoon betekenen dat het in mijn hoofdbestand, mijn hoofd PSD-bestand, dat erin zit en ik moet het niet gaan zoeken op een andere locatie. Zeer gemakkelijk, klein beetje extra schijfruimte, maar in veel gevallen de moeite waard. Hier heb ik, zoals je ziet, nu mijn smart object. Bij dat converteren gaat hij enkel maar een canvas creëren voor hetgeen waar er beeldmateriaal is, beeldinfo, dat is de reden dat ik hier een solid color heb gemaakt, maar deze heb ik in feite niet meer nodig nu. Het is gewoon handig, als ik dan straks dingen ga doen, kan ik hier mijn volledige canvas gebruiken. Zo niet was dat enkel maar een krap doosje, enkel voor de huidige tekst. Ik heb dat gewijzigd. Als ik dit opsla en sluit, dan zit ik terug hier in mijn hoofdcompositie. En daar kunnen we ook meteen overstappen naar de reflectie. Ik maak even gewoon een duplicaatje hiervan. Die zal de reflectie zijn. Ik ga dat ook mooi benoemen. En dat is even ook zo verplaatsen. Gewoon even spiegelen, flip vertical.
en een klein beetje positie bijstellen. Aangezien ik hier eigenlijk twee smart objects heb, ik ga ze beide selecteren. Ik voer hier een free transform uit op twee items tegelijkertijd, geen probleem. Een beetje positie, maar ook een beetje perspectief. Door de command of control op Windows in te drukken, kan je individuele hoekpunten een beetje meer gaan warpen op deze manier. Ook de zijkanten voor dit te gaan doen. Dit zou niet werken op een gewone tekstlaag, maar met een smart object heb ik dat wat kunnen omzeilen. Ik ga bevestigen. Een klein beetje perspectivistisch inzicht kan zeker geen kwaad hier. Bijkomend handig, omdat het een smart object is, dan kan je zo van die free transforms gaan resetten. Bij gewone rasterized layers gebeurt dat niet. Als ik bijvoorbeeld gewoon één laag selecteer, kan ik hier in mijn properties panel de transformatie gewoon terugzetten naar het origineel. Even terugkeren. Meer zelfs nog, als ik gewoon opnieuw ga free transformen, dan gaat mijn vlak in datzelfde perspectief teruggetoond worden waar ik vorige keer geëindigd ben. Ook redelijk gemakkelijk, als het niet volledig zou kloppen, om de correcties aan te brengen. Nu zijn we echt volledig klaar om met gemak de finishing touches toe te voegen. Het lijkt alsof er nog veel moet gebeuren, maar eigenlijk met slechts vier juist gekozen technieken kunnen we snel en gemakkelijk tot het gewenste resultaat komen. We starten met de blending mode van de reflectie. Dat is hier in het lagenvenster zelf zeer gemakkelijk bereikbaar. Ook als je erover scrolt met de muis, dan heb je een preview. En dan komt het er een beetje op aan van te kijken en te beslissen wat de juiste wel kan zijn. Er zijn redelijk wat die je kan gebruiken. Ik ga hier bijvoorbeeld gaan voor een pin light, een beetje inzoomen, maar misschien met een licht aangepaste opacity. Nu, overlay kan hier ook werken zoals je hier ziet. Soft light, dat hangt er allemaal een beetje vanaf wat de kleur is van je beeld en de ondergrond waarmee je wilt gaan blenden. De blending mode op zich doet nog niet superveel, maar de 2D techniek die gaat al een beetje verstoring creëren. We gaan naar filters. En we zoeken de wave filter onder distort wave. Dit is een filter die je op zich voor niet zoveel zaken nodig hebt, maar hier komt het wel nog van pas. Het nadeel van de wave filter is dat er geen live preview is. Enkel een zeer kleine thumbnail waar ik niet veel mee ben. Die kan ook niet vergroten. Dus we gaan een beetje moeten proberen trial and error. Ook hier komt het voordeel van de smart object kijken, want enkel met een smart object krijg ik een smart filter door die wave en kan ik opnieuw proberen. Mogelijk ziet jouw wave filter er zo uit. Dus een kleine walkthrough. Redelijk belangrijk is vooral hier de scale. We zijn nu in twee richtingen aan het werken en dat is een beetje vervelend. Dus ik heb enkel maar één scale nodig. Dat is de horizontal scale, raar genoeg. Die zorgt ervoor dat mijn wave effect naar ondertoe loopt. Ik weet niet goed hoe dat precies zit, maar dat is toch tenminste het resultaat. Voor de rest heb je de wavelength en de amplitude. Hier even kort uitgelegd in een kleine visual. In deze filter is er een soort random factor waar je een minimum en een maximum in geeft. Bij beiden, daar kan je gewoon wat mee spelen tot het net genoeg is. En de number of generators is hoeveel golven er random door elkaar samen worden opgeteld of vermenigvuldigd, hoe dat wiskundig ook werkt. En het resultaat is een soort randomness. En dan is het opnieuw een beetje trial and error tot we iets verkrijgen. Vooraleer ik overga naar de volgende techniek, ga ik mijn beide lagen visual en reflectie even bundelen in een mapje. Omdat ik daar vlug een laagmasker ook op ga plakken, om ook hier de reflectie bijvoorbeeld een beetje in te dekken met een vlugge gradient in dat laagmasker van zwart naar wit, kunnen we ook een beetje de illusie creëren dat hoe dieper in het water de reflectie, hoe minder we die zien. De derde techniek zal een lichte blur factor zijn. Ik ga dit doen met een
Blur Gallery filter, namelijk de Tilt Shift. Ook hier werkt enkel maar op smart objects. Het leuke aan de Tilt Shift is dat we kunnen een verloop creëren van weinig of geen blur naar veel meer blur. En dat past hier perfect. Normaal gezien, voor een Tilt Shift effect, gebeurt dat aan twee kanten. Dus het scherpe gebied in feite is hier tussen de volle lijnen. Ik ga het bovenste gedeelte even gewoon negeren. Ik heb enkel maar het onderste gedeelte nodig. Verplaatsen kan je met het pinnetje in het midden. Draaien kan je met een van de bolletjes op de volle lijnen. En dit is hier wat ik wens. De lijn verplaatsen kan ook uiteraard aan beide kanten. En hier de stippenlijn. Dat is eigenlijk mijn overgangsperiode tussen volle en de stippenlijn. Van volledig scherp, geen blur, naar mijn blur factor, die ik ook kan regelen hier met deze blur cirkel, zal ik het maar noemen. En dat mag ongeveer naar aanvoelen dit zijn, dit is wat ik wil, dus ik ga op oké drukken. En dan de laatste techniek helpt het helemaal verkopen. Ik ga naar de blending options van deze laag, rechtse klik blending options, of onderaan het FX-icoontje kan je ook open klikken naar de blending options te gaan. Daar gaan we naar de blend if factor. Als je een echte reflectie zou bekijken op het water, door de onregelmatigheden van de golven, gaan we de reflectie continu anders waarnemen. Soms wel en soms niet. Dat gaan we hier met de blend if proberen faken. Met de blend if kan ik de schuivers hier verplaatsen van de blend if gray. In dit geval van de underlying layer. Dus we kijken eigenlijk naar de grijswaarden van mijn achtergrond. En vanaf een bepaalde grijswaarde in het donkere zal mijn huidige laag reflectie niet weergegeven worden. We snijden dat eigenlijk af. Zowel in de donkere als de lichte waarden kan ik dat gaan doen. We zien hier dat heel duidelijk aan het werk als ik dit verschuif. Dat is een redelijk harde overgang. We kunnen die splitsen door de Alt-toets of de Option-toets in te drukken om daar een meer subtiele overgang van te maken. Eenmaal ze gesplitst zijn, heb je de Alt niet meer nodig. En dan kom ik uiteindelijk terug uit bij dit resultaat. En dan ga ik een beetje gaan inzoomen. Op dit moment kan het zijn dat je je blending mode misschien wilt herdenken met opacity of fill wat bijwerken. Je moet zien wat het beste werkt. Dit is eentje die bij het updaten ook van de visual met andere kleuren zou het kunnen zijn dat je even ook de blending mode wilt gaan herzien, maar voor de rest is het zeer eenvoudig. Met de huidige opstelling kan ik nu gemakkelijk mijn beeld aanpassen in één eenvoudige handeling. In een eerder gemaakt voorbeeld zal ik dat even tonen. Hier heb ik al verschillende lagen, dus ik heb bijvoorbeeld op een andere laag hier iets anders gezet. Gewoon even updaten, opslaan en sluiten. En ik heb een instant update van zowel mijn visual als de reflectie. En opnieuw, misschien wil je de blending mode herzien afhankelijk van het nieuwe beeld. Dat kan altijd zijn, maar dat is een vlugge klik nabij. Hier doe ik het nog eens. En je kan gelijk welke van deze twee thumbnails gaan aanklikken, want ze verwijzen dus beiden naar dezelfde bron. Wave filter, blur gallery. En dit duurt eigenlijk echt maar 10 seconden. Even openen, laag veranderen en opstaan en sluiten. En de update is instant. Zo, dat was mijn video. Ik hoop dat het leerrijk was. Met een eenvoudige like, subscribe of comment help je ons ook meer te maken. En houdt het YouTube-algoritme jou ook in de loop voor toekomstige updates. Zin in meer Photoshop-content?
dan kan je terecht in deze playlist. Heb je liever een fysieke opleiding, dan kan je gerust doorklikken naar onze website. Tot een volgende keer.